Goeiedag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. En we beginnen vandaag met de waarschuwingenkaart van Europa. Overal groen, bij ons in Nederland ook, alleen in onze kustregio zien we geel, en dat is dan voor de wind, want die haalt daar af en toe windkracht 6 à 7. Maar waar het mij vooral om gaat is de situatie in het Alpengebied. Daar zien we code oranje en in delen van Zwitserland zelfs code rood. En dat heeft alles te maken met zware neerslag die daar de komende dagen gaat vallen zien we ook op deze modelvelden terug. Daar zie je eigenlijk uh, een groot neerslaggebied al over de Alpen trekken. En die paarse kleur, dat is sneeuwval. En het gaat er echt flink sneeuwen hoog in de bergen. Boven de 2500 meter kan er morgenmiddag al zo'n 50 centimeter liggen. Dan wordt het zondag in de loop van de dag even droger. En maandag komt er weer meer neerslag aan. En dat wordt allemaal zo vanuit het zuiden tegen die bergen aangeduwd betekent dus aan de zuidzijde van de Alpen zware neerslag kan oplopen naar zo'n 200 à 300 millimeter. hoog in de bergen is dat dus sneeuw dik pak eerste sneeuwdum van dit jaar, maar laag in de bergen onder de 2500 meter daar valt voornamelijk regen en daardoor hou ik ook rekening met de overstromingen. kan dus uh, lokaal zeer slecht worden in die regio's. In ons gebied is het dan allemaal wat, uh, wat beter. We hebben vandaag wel te maken met een koufront wat over ons land trekt. Uh, vanuit het noordwesten zien we al wel opklaringen boven de Noordzee liggen. En die komen pas vanavond. Dus het zonnetje zien we vandaag nog nauwelijks. Op de regenraden zien we dat koufront in de vorm van de buien. Die trekken vanmiddag van west naar oost over het land. Maar daarna komen er nog veel meer buien vanaf de Noordzee aan, maar dus wel afgewisseld met opklaringen. Koufront brengt ook koudere lucht, onstabiele lucht. Daardoor kan er vanavond ook een enkele donderklap bij zitten. Kijk dus niet gek op als het even flitst. Met name in het noorden kan dat gebeuren, maar ook best in Flevoland, Utrecht of in het westen van het land. Buien dus vanavond geldt ook voor de nachtelijke uren. Ook dan blijft het niet droog. Alleen in het oosten en zuidoosten verwacht ik dan nog weinig buien. Temperaturen vannacht in het zuidoosten het laagst, rond de 2 graden. En aan zee loopt het kwik op naar zo'n 7 graden. En de wind waait vanavond nog stevig, maar begint in de nacht weer af te nemen. En dan het weekend weer. Nou, morgen moeten we ook rekening houden met buien, met name in de kustprovincies. Tussendoor zijn er ook droge perioden, misschien wel van twee uur achter elkaar, en dan schijnt de zon. Dieper in het binnenland komt slechts een enkel buitje, schijnt de zon dus wat vaker, dus daar is het allemaal wat vriendelijker. Voor de temperatuur maakt het niet uit, het wordt 10 à 11 graden, en dat is de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Dan de zondag. Die ziet er wat beter uit. Op de waddeneilanden eilanden misschien nog een buitje, Maar de rest van het land gewoon droog weer. Zonnige periode ook. Alleen in de loop van de dag komen we er uh, vanuit het zuiden. Wel weer meer bewolking opzetten. En dat, uh, daar gaat vooral Limburg last van hebben. Maandag en dinsdag is dan ronduit wisselvallig. En kijk ook naar die temperaturen. 6 à 7 graden op maandag. Te koud voor de tijd van het jaar. Dat heb ik al heel lang niet meer kunnen zeggen. Maar maandag dus wel. En dinsdag, dan gaat het kwik weer iets omhoog, maar we verwachten flink wat regen. Wisselvallig weer dus de komende tijd, dat zien we ook in de neerslagkansen. De dinsdag wordt een kletsnatte dag, mogelijk valt er dan misschien wel 20 mm in ons land. Ondanks dat wens ik u toch een heel goed weekend. Dit weekend valt het met de buien mee, maar de temperatuur gaat naar beneden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.